start vooruit. Zij weten wat er moet gaan gebeuren. Belangrijke mensen zijn voor mij de vroeger om je vorm te gaan pakken en te gaan spelen. We gaan luisteren naar de speaker die de naam gaat doen. Thank you.
Wat meen je aan de bal draaien? Bal weg. Kan die nog een keer draaien? Nee. Weer even zitten. Bal terug. En dat betekent dat rustig weer een aanval. Mooie poging van om te draaien naar Wout Meegens. Raak eventjes de bal van de hand. Dus we kunnen rustig de tegenaanval. 30 seconden de tijd. Rustig stoppen op tijd. Afzetten niet door. Maar wel iets voor nu vanaf de top. En dus nog 14 seconden in deze aanval. Er komt er een grap opgevallen in het voorlichtgoed aan de Partij Zinkenkamp. Tegen dat het is gevallen, maar de poging brandt op de lat. En tegen dat hij weer de bal oppakken. Dat is het voor. Die komt er weer af. Laten we hopen dat er geen bij van kan worden. Maar bal op de middelkant, Rudy Klaassen. Rechts komt er 2-1. De bal komt er naar Westerlijn van de Zeug. Die ligt er een beetje iets in te doen. Rudy Klaassen, nu een meter. Rudy Klaassen, daar maar half meter. Maar die krijgt het. Ik van zo krijgt een controleval. Ik ga even gaan wat er gebeurt, maar we schrijven jullie weer naar Logisch Contact. Dat even rustig naar de controleval. Die komen met de man weer door. We moeten snel worden teruggezongen. Ja, dan komt de bal terug op de vleugel. Komt hij aan, slot en ruikt. Ja. Prima afgemaakt. We zitten maar goed gebruikt voor de controleval. Sterk uitgespeeld en Logisch Contact staat weer op 1-1. Ja, dat was aan de Nederlandse kant die Klaas die ruimte had. Op dat moment een aanvallende fout van Domi Stomporst en in de contra is de Russen die dat prima afmaken. De speelster heeft een gaatje te winnen onder de armen van de slagdrikkiepster Danny Willems. En dus is het 1-1 met nog 6 minuten op de klok. En is uiteraard niks aan de hand. Komt er voor andere mensen bij, is er goed bij. Daar blijft wel top. Ja, opnieuw uitsluit de Russen. Ja. Nummer 6. Er veel gespeeld in de beginfase van de wedstrijd. Anna Kravchenko gaat aan de kant, wordt inderdaad veel gespeeld. Dat zou in het voordeel van Nederland kunnen zijn. Toch wel een aantal fysieke sterke speelsters volgens mij zijn hartstikke fit. Jasmin Stekel aanvoert ze Riek Klaassen, hardste school, maar op de paal. Binnen op de paal, dan heeft de boxer in ieder geval ontvangt terug in de kiepster geeft. En gaat het Rusland in de contraanval. Die lijkt Nederland goed om de goal te hebben, lijkt niet zo heel handig. Aan de andere kant nu nog wel weer. Nomi stond voor het tegen, dus juist even laten drongen. Ja, Nomi staat natuurlijk bekend om haar fysieke spel, speelt altijd fel, zal je altijd zien in de wedstrijd. En ook nu bereid zal je mond te hebben met haar Russische tegenstander. Terwijl de 30 seconden van de bij de eind is, die spelen wel aan de zijkant. Leveren de bal eigenlijk in, maar waren 5 seconden op de klok, maar ze vonden een mooie wedstrijd om af te sluiten. En de volgende weer afgaan, daar zou het iets mee, daar zou het iets mee moeten kunnen doen als Nederland zijn. Nou, dat ben ik zo helemaal bij ook, maar we overgenomen. En we liggen in de 16-6 aan bal. Die plaats op de voor. Terwijl alle mensen mee inzetten, twee keer voor de bijlopen. En de bal in de hoek en naar de stoppost. Ja, daar is het. We hebben een bal afgekomen van Nou Benes en uitsluiting voor de Russen. Wie allemaal mee van Nederland? Laten we ook nog een afgekomen. Maar hier wordt zo van de kant en opnieuw een schot van Lieke Klaassen. En via het blok over. Te snel schoot, dus mijn vraag. Ja, zonder. Je hebt er nog meer natuurlijk verbinding gekomen. En dan is het ontzettend vervelend als je al naar 5 seconden ziet. Dan moet hij ook echt zitten. Dat was helaas niet het geval. Bijkomend voordeel is dat de Russen nog lang niet aanhalen kunnen. Want ze forceren naar de hoek toe. Dus Nederland kan rustig de verdediging op gaan stellen. En nu pas richting de 6 tegen 6. Ja, Rusland is even compleet, gaat de druk zetten vanaf de top, ingezongen vanaf positie 2. Krijgt niet echt controle. Bal gaat de ruimte weer voor. En ja, je zou in de eerste actie misschien een overtreding kunnen zien. Dat zou binnen van de zon, wordt in ieder geval niet gegeven. En dus... Ik staan de handen blijft. Toch knap dat die paas aan het komen. Nee, in eerste instantie was het even, maar de bal komt er niet voor. Dat is altijd gevaarlijk in de wapen. Komt die bal weer naar de Nederlandse weer voor. Ja, dan moet je hier deze kant ook geen overtreding krijgen. Daar geeft de scheidsrechter wel gelijk in. Helemaal gelijk. Maar bij het rechtsweg van de Sinter wordt er een kop gevallen, maar de scheiding is het afschoppen. Het is alleen op de vraag, ik weet het niet voor. En dat betekent dat Nederland weer een nieuwe aanval krijgt. Dat wil je niet op 30 seconden. Ja, dus alle tijden nu een aanval voor Nederland. Dan die Stolpers zoekt weer voor de zorgbaas. En een halve meter te ver van Amres Nee vandaan. Ja, dan krijg je sowieso geen uitsluiting meer. Nee, de baas moet echt goed zijn. Of je dan een vaste pakken, maar de scheidsrechter niet van alleen, dan wordt er gewoon niet gefloten. Ondertussen zien we nu weer een gevecht met hem voor. Ja. Zet er verstandig voor weg, want op zo'n snel een is hij dan. Die Klaas die dan voor
over. En dus Gobal zit van Nederland via Romy Stomphorst. Die is nu al aan het beulen en aan het pikkelen. En die laat zien wat de mentaliteit moet zijn van de Nederlandse ploeg. Overal waar je haar ziet is zo'n moment er gebeurd wat. Weer aan de bal gaan trekken van de zin. Dat betekent nog meer van Nederland dan Koos Arno Haminga en Tijl Oudenbaar. De dames even bij elkaar, natuurlijk toch al nog meer is gemist. En ik denk dat die tijd dat het nu wel eens ingaat, want het staat nog steeds 1-1. Ja, Anastasia Simanovic gaat aan de kant. De Russen die kiezen voor een flink wat wisten. Op 1 na gaat de hele bank erin. En dat betekent dat we heel wat uit moeten. Een vers proefje in het water. Misschien is de tactiek van de coach om het tempo hoog te houden. En dus nou, trekt hij een beetje verse speelsters open. Aan de hand gaat hij dat nog niet. Die houdt het nog bij grotendeels bij zijn basisploeg. En die gaat op tactisch aanwijzen. En nu proberen het doelpunt te maken voor Oranje. Ja, en Ilse Bol als lijkt erin te komen terwijl alle mensen mee kan op in. En voor de rest zit er daar in de basis van gewoon in het water. En die zet de Rozo ook nog mee. Dat is dus. Al vrij vroeg in de wedstrijd, de buurt van die zet de Rozo. Ja, die gaat de buurt maken. Die gaat de positie 1 op zoek in de moment. Sterke speelster. Heeft bij Jong Oranje heel wat mooi gespeeld. En dus laten we voelen dat ze nu mee mag met de grote Oranje. De linkshander, die zet de Rozo boven haar de buurt. Een man meer voor Nederland. Nou, de linkse schot uit. En via Sabine van de Sloot. Gaat die bal overheen, komt er niet uit. Nee, de bal gaat veel op water, daar gaat het tempo eruit. En dan merk je dat het net niet lekker loopt. Ja, dat is wel goed. Dus, ze blijven rustig op zoek naar Lomos en Kroon. De tweede paal van de bal te sprongen, rustig onder de nek, door de breuk al helemaal blij dan. En zelfs die paas is ook niet perfect op de hand, maar toch wel tijd gecontroleerd en de bal in het doel. Twee voorsprong van Nederland met een 2-4-5. Ja, veel soorten passen aan de oranje zijde, maar nog een doelpunt en dat is het allerbelangrijkste. Rusland die gaat weer op zoek. En dat doen ze door veel in te zwemmen. Ze proberen veel te bewegen, de Russische ploeg. Maar Nederland heeft tot nu toe toch nog wel een antwoord op. De derde deel is nog weinig voldoende doelvrouw van Oranje. En dat is een goed teken. Dat betekent dat de verdediging goed voor elkaar is. Ja, we hebben nu de zin proberen inderdaad met inzwemmen naar beneden te komen. Dat ligt een goede zone van aan de Nederlandse zijde. En dat gebeurde aan deze zon ook voor je weten. Ondertussen weer een uitsluiting voor Rusland om 12 uit te leggen. Ik denk dat we weer mogen opstellen en aan de hoop dat we een doel kunnen maken. Dat we weer uitgelopen naar Rusland. Ja, uitsluiting voor Daria Hristova. En dus een man meer opnieuw voor Nederland. Die beginnen weer in het 4-2 systeem. Komt er weer iemand uit? Nee, dit hier niet. Ze houden het bij 4-2. Maar lief, ja toch, dit hier, dat mag je net. Ja, dat mag. Ja, die is er net ingekomen. Maar ook waar we natuurlijk met afgelopen in de zee. Lijkt nu om die positie weer op te zoeken. Terwijl we zin uit de grondreis proberen te forceren. Wat niet helemaal leuk. Nee, komt er ook niet door. Die was Nederland kunnen we deze op. Scheidsrechter weer wat gezien. Veel uitsluiting in de eerste periode. Scheidsrechter houden we het kort. Het is dit keer nummer 6 die eruit gaat, Romy Stomphorst. Ja, we hebben er al een paar keer genoemd. En ja, als jij overal oorlog aan het maken bent, dan zal de scheidsrechter dat een keer gaan opvallen. Dat hoort erbij, als je het laatste speel begrijpt, af en toe een keer overheen. Dan is er geen probleem. Een keer op één pakken maar niet zo veel. Maar daarnaast was Lot niet achter. En ook niet natuurlijk geen die achter van origine. Voor de coach van Rusland op dit moment om daar nou aan te vragen. Die zal ook zo wat meer willen benutten om in elkaar lopen. Nou, opvallend is om te zien dat de Russen tijdens zo'n time-out redelijk verdeeld blijven liggen. De coach praat hard om zijn speelsters te bereiken. Daar waar Arno Haminga de kop echt bij elkaar steekt om op die manier te
al gaan rond in de top van Rusland. Paard door de gaten. Nu ook weer op de gaten, maar ook heel erg veel ruimte. Bal 1 naar de paal gaan, dan komt de dag maar nemen. We hebben nog een bok. Die Klaas en Jasmin, twee schutters die
Maar de vrouw van de eerste er is een dochter alweer gebleven. Nou ja, geen problemen. Je hebt altijd een paar scoren, ook aan het einde van die tweede seconde, om het doel te maken. En dat is heel simpel. De bal die van, hé, op de tweede, dan doe ik dat van Jasmin Schenk. Ik wil vijf houden en dan de bal door doen, goed getaald. Knap doelpunt. Terwijl we zitten weer de aanval zitten. Als u denkt, ik hoor dat we op een andere manier praten, dan komen we even de technische mankementen storen. Probeer het snel mogelijk op te lossen. Dus blijven wij alleen door dat er niks aan de hand is. En blijven we op de hoogte van de wedstrijd. Nederland moet terug in de zon, want bijvoorbeeld door wordt veel inzonderen rustig en de kapsel van positie 3. Door een nummer F, Evidia Ivanova. Evidia Ivanova. Ik denk dat de wedstrijd weer in evenwicht is. Staat weer 3-3. 3-3. Een prachtig mooi schot. Ik zou zeggen, de rest van de wedstrijd gaan niet meer te veel bij laten, want dit was. Dit was maar een fysieke kaart. Ja, kan weer zo. Kan niet anders zeggen. En ook met Rogge heeft hij een plaats in de water gemaakt. Ook een van de leiders die in de haak bij was afgelopen, maar zo nog even komen, joh. Ondertussen door de harde van andere mensen geleden op de voorplaats. De doelpunt is oh! Die had hij snel paas, snel bal, lang zitten hier. Goed kort gekaart, dat is volgens mij ook kansloos. 4-3 voorsprong van Nederland. Ja, prima doelpunt, maar de meeste zijn die man neer. Heel veel petjes zo aan het begin van de wedstrijd. Ik bedoel, we hebben nu iets meer dan één video erop zitten. En ik tel het al wel gauw 7 petjes volgens mij aan de kant van de Russen. En dat is toch wel 40 gegeven. Dat is inderdaad heel veel. Maar wat ze wel zeggen, is dat de stem is iemand anders. En dat betekent dat die Pelias al op zich een meevallen voor ze. Maar misschien dat het einde van de wedstrijd problemen opgekregen. Nee, dat kan bij de pressen. Gewoon blijft op het achtervolg. De bal aan de andere kant. Fijn dat je kan blijven pressen. Dat je niet echt in kwaad komt. Dan moet je oppassen. Je kan een vlucht uit, dan moet je volkomen. Dan ja. Dan zeg je het en het ging terug. Aansluiting heeft de Roeken. Paul de Roeken. Thank you.
Thank you.
sezon na gwiazda i radom Gawina. Jest sezon, który
Thank you.
Thank you.
Sabrina,
terzo Maria Unisola, loro fa e si scorsi 11-15. Thank you.